Goedemiddag. Vandaag in het Capitool het vervolg van een tragicomedie. De titel is De Ambtenaren en de ondertitel luidt hoe Haagse politici al meer dan 20 jaar proberen om het aantal ambtenaren in Den Haag te verkleinen en hoe dat al bijna 20 jaar niet lukt. Want ambtelijke molens hebben in ieder geval één kenmerk. Ze zijn oersterk en daarom bestand tegen allerlei stormen. In de loop der jaren hebben wijze mannen vele adviezen uitgebracht. En ze hebben vooral geadviseerd om het ambtenarenapparaat uit te dunnen. De overheid zou taken moeten afstoten. Je zou minder regels moeten hebben. En je kan ook veel efficiënter werken. En als je dat doet, dan heb je gewoon minder ambtenaren nodig. En dat is op zich natuurlijk een logische redenering. En toch is er in al die jaren vrijwel niets gebeurd. Ministers hebben vele malen aangekondigd dat het nu echt wel zou gebeuren en dat ze kloeke maatregelen zouden nemen, maar het beleid is op een of andere manier nooit van de grond gekomen. En nu probeert het kabinet Lubbers het opnieuw, want in de tussenbalans staat alvast een bedrag van 660 miljoen gulden geboekt en dat is een bezuiniging en die krijg je door bijvoorbeeld het aantal ambtenaren te verminderen. Waarom zou het deze keer wel lukken? En als het niet lukt, en als het weer misgaat, hoe komt dat dan? Daarover in dit kapitool vier experts, en ik stel ze aan u voor. Om te beginnen professor Pim Fortuyn. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bekend geworden door de OV-studentenkaart en door de wet van Pim die luidt, waar Pim komt, komt ruzie. We zullen zien vandaag. Daarnaast Hans Pont, directeur-generaal Management en Personeelsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ooit riep hij de ambtenaren op om te gaan staken, maar toen zat hij nog bij de Afra-Cabo in zijn wilde periode, zal ik maar zeggen. Naast hem Frans Jozef van der Heijden, Kamerlid voor het CDA. Hij heeft 10 jaar gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en hij weet dus precies waarom het woord decentralisatie in het woordenboek staat. En op de stoel naast mij zit Loekie van Balen, die 8 jaar wethouder van onderwijs in Haarlem is geweest. Ze probeerde het ambtenarenapparaat in die stad te verkleinen. En misschien is ze daarom nu wel weer gewoon raadslid. Dat horen we straks waarschijnlijk nog wel. Wie kan mij een gruwelijk staaltje van democratie, van bureaucratie vertellen? Wie weet het ergste voorbeeld? Het ergste voorbeeld weet ik niet, maar ik weet wel een voorbeeld. Vertel. Zo ongeveer 9 jaar geleden werd ik voor het eerst wethouder. En daar hoort een introductie van het ambtelijk apparaat bij. En de directeur van de dienst met zijn waarnemer bezocht mij en zei, je weet natuurlijk nergens van, je zit hier voor het eerst. Wij hebben al heel wat wethouders zien gaan en komen en we zullen even de gebruiken op een rijtje zetten van dit huis. Punt 1. Alle stukken gaan via ons. Als er geen handtekening van ons staat, dan wensen wij dat het terugkomt en dat je het niet bekijkt. Wij stellen het niet op prijs als u op de afdeling komt. Laat u dat maar rustig aan ons over, dat gaat allemaal prima. De ambtenaren die hebben we verboden om zomaar bij een wethouder aan te kloppen. Dat kan helemaal niet, daar heeft u het veel te druk over. En heeft u nou maar vertrouwen in ons, dan komt alles in orde. Als ik dat zo hoor, dan lijkt het wel een aflevering van Yes Minister. Kijk je die serie? Dat is vreselijk. Nu is dus de algemene stelling dat er in Den Haag minder ambtenaren moeten komen. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Zijn er nu te veel, meneer Fortuyn? Ja, ik denk het wel. En met name in het kader van de Europese eenwording. Als u naar ons land kijkt, we bekleden de 10e positie op de economische ranglijst in de wereld. En als we die willen houden, dan hebben we eigenlijk naast dan dat aardgas maar 1 echt grondstof in huis. En dat is het human capital. Dus we hebben buitengewoon flexibele ondernemingen en overheden nodig om ons op die Europese markt en op die wereldmarkt goed te weren. Maar waarom moeten dat kleine ministeries zijn, kleine departementen? Omdat thans blijkt dat die grote departementen, doordat ze ook niet op een of andere manier gecorrigeerd worden door marktincentives, door marktimpulsen. Ze hebben geen concurrentie bedoeld? Nee, absoluut niet. Ja. Er zit geen correctiemechanisme in dit geheel, waardoor we dus overstroomd worden, toch vaak, met producten waar niemand de zin van inziet, of met diensten waarvan we denken, ja, dat zou toch wel anders kunnen, het zou beter kunnen, het zou sneller kunnen, het zou de diensten kunnen zijn waarom de burger vraagt. En de burger wordt met veel te veel diensten geconfronteerd waar hij nooit een keer om gevraagd heeft. U ziet dat ook in de tussenbalans. Wat doet men daar? Men geeft een lastenverzwaring van zo'n 4 miljard gulden door aan de burger. En als je dan ziet
dat de onderneming zelf geen enkel orde op zaken in eigen huis stelt, dan zeg ik, dit is een bloody shame. Jawel, maar ze proberen natuurlijk wel, hè? Ja, proberen, 20 jaar proberen, nu mogen we een keer als burger resultaten zien. Oké, okay, meneer Pont, klopt die stelling? Nee, natuurlijk niet. De hele sfeertekening, dat er niets is gebeurd, is natuurlijk schromelijk overdreven. Er is ontzettend veel gebeurd. Maar wat je vaak ziet, is dat er iedere keer weer nieuw beleid komt. Als er op het gebied van het milieu extra inzet moet plaatsvinden, dan kost dat natuurlijk mensen, vanzelfsprekend. Dus wat je aan de ene kant vermindert aan ambtenaren, dat komt er aan de andere kant vaak weer bij. Doordat je op het gebied van milieu, het gebied van de asielzoekers, het gebied van de criminaliteitsbestrijding, meent dat je extra dingen moet gaan doen. Maar de vraag en extra was, dingen heb je extra mensen voor nodig en extra middelen. Zo gaat het. Oké, maar de vraag was, zijn er te veel ambtenaren? Ik geloof dat als je naar het omringende buitenland kijkt, dat heel erg modieus is. En dat je niet kan zeggen dat Nederland krom staat van de ambtenaren. Dat is beslist niet zo. We hebben een behoorlijk ambtenarenapparaat, maar dat steekt geenszins negatief af bij het buitenland. Iets anders is of je een hoop taken die gebeuren altijd moet laten doen door mensen die in dienst zijn van de overheid. Je kan natuurlijk makkelijk een aantal taken laten verrichten door mensen die niet in dienst zijn van de overheid. Maar die taken gebeuren natuurlijk wel. Oké, okay, meneer Van der Heijden, zijn er te veel ambtenaren? Ja, ik denk het wel, want als ik zo de heer Pont weer praat, ik was een keer op bezoek bij de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken in Finland. Maar dan moet je een gesprek beginnen. Je komt nog ergens. Jawel, dat is een mooie kantje aan ons vak. En, maar dat is ook goed, want wat gebeurt? Je begint zo'n gesprek en dan inleidende vraagje van hoeveel ambtenaren heeft u eigenlijk? En toen zei, dat was een vrouw, toen zei ze 27. Ik dacht bij mezelf, mijn Engels, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Dus ik heb nog eens een keer helemaal opnieuw geformuleerd hoeveel ambtenaren zat. Ja, 27. En dat waren er dus een stuk of 14 voor volksgezondheid en een stuk of 13 voor sociale zaken. En die gaven daar de grote lijnen aan voor het parlement. En dat was dus het ministerie. Dus vergelijkbaar met andere landen in Europa, dan weet ik in ieder geval een heel stevige uitzondering. Ik vind het echt gewoon een onzinvergelijking. Je kan natuurlijk makkelijk zeggen, we hebben een paar secretarissen-generaal en een paar directeuren-generaal. Dat zijn degenen die als de rechterhand en de linkerhand van de minister te boek staan. Dat noem ik maar ambtenarenapparaat. En al die mensen die dat werk natuurlijk moeten doen, dat noem ik geen ambtenarenapparaat. Ja, maar dat zijn toch allemaal gewoon mensen van vlees en bloed die dat moeten doen? Ja, of denkt u dat die generaals het allemaal zelf bedenken? Wat meneer Pont over het hoofd ziet in het voorbeeld wat de heer Van der Heijden net noemde, dat is dat de uitvoering op een flinke afstand is geplaatst. En dat is heel belangrijk, waardoor dus die verklontering, waar we in Den Haag grote last van hebben, waar zeer veel rapporten over verschenen zijn, wordt tegengegaan. Want als je die uitvoering op afstand plaatst en daar ook een marktachtig iets omheen zet, dan wordt die uitvoering ook gecorrigeerd en kunnen politici en hoofdambtenaren zich ook daadwerkelijk concentreren op de grote lijn. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb moeten adviseren over de gezondheidszorg. In dit land is het zo dat we hebben adviesorganen, die brengen adviezen uit. In die adviesorganen zelf zitten de ambtenaren waaraan geadviseerd moet worden. Die doen daar hartelijk in mee. En vervolgens op het departement doet men er niet eens dunnetjes over. Nee, driedubbel over. En dat zijn dingen die kunnen weg, want dat gebeurt van onze belastingcenten en dat moet afgelopen wezen. Ja, maar dat zegt me nog niks over de hoeveelheid ambtenaren. Het kan best zijn dat die ambtenaren in zo'n commissie een heel nuttige functie hebben. Zeker, maar waar het nu om gaat, dat is dat je die doublures weg wilt hebben en dat je die mensen effectiever wil laten werken. En het dient helemaal nergens toe om het in een adviesorgaan te laten gebeuren, want dat heb je nou juist om adviezen te laten uitbrengen en om het dan op het departement nog eens over te doen. Dan zeg ik van 2-1, of die adviesorganen weg, of flink hakken in het ministerie. Want als je die ambtenaren laat zitten, die mensen hebben ook hun levensvervulling, dan zullen zij dat ook gaan doen. En dat is ook heel begrijpelijk. Dus een sterke reductie van het aantal ambtenaren zal zonder meer teweeg brengen dat je op een andere manier moet gaan werken. Dat ziet u ook in grote ondernemingen. Daar pakt men die reorganisatie snel aan, omvangrijk aan, en dan zie je ook resultaten. En waarom zou dat bij de overheid niet werken? Daar heb ik nooit nog een argument. Die vraag zal ik straks behandelen. Komt aan de orde. Mevrouw Van Baan, u bent jarenlang wethouder van onderwijs geweest. Nou, als je onderwijs hoort, dan hoor je regelingen en circulaires en weet ik wat ze allemaal daar bedenken. Ik ben dus ook wethouder milieu en volksgezondheid geweest. En het een was niet beter of minder dan het ander. Maar uw vraagstelling, zijn er te veel ambtenaren? Die bevalt me niet zo erg, met permissie. De discussie is eigenlijk, en ik dacht dat de heer Fortuyn dat ook op tafel legde,
hebben we met elkaar niet te veel taken naar een ambtelijk apparaat toegeschoven. Zeker. En dan moeten we dus niet bij die ambtenaren zijn, want ik vind dat allemaal schatten. En ik heb geweldig ambtenaren gehad en ik mis ze nog steeds. Maar die politiek, die vraagt om alles. Want hoe meer je vraagt, hoe gewichtiger en belangrijker je bent. Laten we wel weten. Is het zo simpel? Als we, nou, ik denk zelfs dat dat ook zo simpel, stel ik het, dat zo simpel is het. En als wij als politiek toelaten, en dat is dan een praktijkvoorbeeld, dat, en dan gaat dan niet over onderwijs, maar over milieu, dat we met z'n allen een milieudienst bijvoorbeeld in een grote stad oprichten, met Haarlemse ambtenaren daar neerzetten. En vervolgens gaan we gelijktijdig datzelfde advies door secretarieambtenaren over laten schrijven. En er liggen dus twee exact dezelfde adviezen. Dan zeg ik, dat ligt niet aan die ambtenaren. Die doen hun werk, die willen graag werken en die willen hard werken. Vinden het ook leuk om een keer beloond te worden, maar dat word je nooit voor een overgeschreven advies. En waar het om gaat, is dat wij als politiek nu eens beginnen met te zeggen, welke taken vinden wij zo belangrijk om zelf in eigen handen te houden. En ik denk dat daar de discussie over zou moeten gaan. Nou, dat vind ik best. Maar ik vind het ook wel belangrijk om even vast te stellen of als gezegd wordt, er zijn te veel ambtenaren, of dat dan ook klopt. Nou, dat hebben we vastgesteld als je het met het buitenland vergelijkt. Dan is Nederland rijk bedeeld. Nee, het is niet rijk bedeeld. Dus verder, niet rijk bedeeld. In het buitenland is okay. Nederland niet rijk bedeeld, behalve als je dus definities aangeeft, de zwart-witte definities, zoals net is gebeurd door de heer Van der Heijden. Vergeleken met het buitenland hebben wij geen groot ambtenarenapparaat. Vergeleken bij ja, Finland bijvoorbeeld heb ik net horen noemen. Maar ik was in de Zweden, gelooft u me nou even? Gelooft u me nou even? Dat moet je gewoon zonder meer aannemen. Ja. Vergeleken bij het buitenland hebben wij geen groot ambtenarenapparaat. Vergeleken bij het buitenland hebben wij wel een grote bureaucratie op het gebied van de sociale zekerheid. Maar dat hangt natuurlijk samen met ingewikkelde en uitgebreide sociale zekerheidswetgeving. Maar als het zuiver om de ambtelijke taken gaat, dan is dat verschil. Maar laten we de cijfers even laten rusten, want dat vind ik inderdaad niet zo wezenlijk. Laten we het dan hebben over de vraag of politici te veel willen. En als je te veel wil, heb je veel ambtenaren nodig. Dat is een van de kernvragen. Meneer Van der Heijden, wil u te veel? Ja, dat is natuurlijk al een opmerkelijk verschil dat hier over politiek gepraat wordt. Terwijl ik denk dat er toch twee laagjes in zitten. De ene laag is het kabinet, de ministers en staatssecretaris. En het andere laagje is de Kamer. En ik denk dat ambtenaren heel veel materiaal aandragen voor hun bewindslieden die dat vervolgens willen. Dus we moeten daar even voorzichtig mee zijn. Ik kan beter over de Kamer oordelen. De Tweede Kamer heeft een aantal noten op zijn zang. En ik zeg altijd, ja, de Tweede Kamer probeert zo goed mogelijk antwoord te geven op wat de Kamer aangedragen wordt. En daarin zijn we waarschijnlijk te aardig. En we zouden harder moeten afhouden van wat hier ook al op tafel de vraag is, hoeveel ambtenaren kost het? Als het veel ambtenaren kost, moeten we er nog beter over nadenken. Dat punt geef ik zonder meer gewonnen. Meneer Fortuyn. Nou, ik denk dat er ook een oplossing van het probleem gelegen kan liggen in het feit dat je iets wel publiek kunt regelen, maar daarmee hoef je het nog niet publiek uit te voeren. Dat is absoluut niet nodig. Mag ik een voorbeeld geven? De dienst exportbevordering van het ministerie van Economische Zaken. Dat is heel goed denkbaar, dat je, omdat je dat als land belangrijk vindt, dat een klein stukje financiert uit de algemene middelen. En voort zegt van nou, ontwikkel maar producten die voor de branchevereniging van exporterende bedrijven of voor exporterende bedrijven zelf interessant zijn. En dan heb je een marktincentive in het geheel. Want wat betekent dat dan? Dat als die producten niet goed zijn, dan heb je minder inkomsten en dus minder ambtenaren. Nou, dan heb je een automatische correctie. Daar hoef je helemaal niet politiek over te praten. Dan hangt het van de inspanning van de mensen zelf af, van de beambten zelf af, in hoe groot ze zijn en welke producten ze naar buiten toe brengen. Maar onderschrijft u dan de stelling van de heer Van der Heijden dat er in de politiek vaker nee moet worden gezegd? Of zegt u, ieder probleem is oplosbaar als je het maar niet meteen in meer ambtenaren zoekt? Nee, want heel veel van die problemen, er wordt uitvoerig over gediscussieerd en die zijn zinnig. En nogmaals, als je dan maar niet meteen zegt, dit moet dan ook uit de algemene middelen worden gefinancierd. Waarom niet een moderne vorm van profijtbeginsel? Want dan gaat het gewoon om de rekening voor een deel presenteren bij de genieters. Dan komt het uit de
private middelen, niet uit de publieke middelen. Je vangt twee vliegen in één klap. Financiering tekort wordt teruggedrongen. En je maakt zo'n dienst gevoelig voor de markt. En dat wil ik nog wel aan toevoegen. Ik ben het geheel met mevrouw de wethouder eens. Dat wat gaat er nou mis aan veel van die reorganisatievoorstellen? Omdat men de creativiteit van onderop niet naar boven haalt. Het is allemaal top-down. Het wordt bedacht in Den Haag en dan moet het weer naar beneden. Dat zie je ook nu bij die reorganisatievoorstellen van het Binnenlands Bestuur. Dat gaat weer hetzelfde. Nieuwe bestuurslaag, nieuwe bureaucratie. Als men nou eens wil laten gebeuren dat dat van onderop opbloeit en daar taakstellend in bezig is, je geeft daar financiële kaderstellingen voor af, dan heb ik daar heel erg veel vertrouwen. Want er zijn geweldig goede ambtenaren, net zoals je geweldig goede werknemers in de particuliere sector hebben, die dat oppikken. Dan praten we in feite dus over de organisatie als zodanig. Dus want ik wil graag een beetje af van die sfeer, van we hebben er te veel. Ik wil daar nog niet van af. Het is namelijk heel goed mogelijk. Ik heb nog één concrete vraag aan u. Overheid te organiseren. Kunt u even luisteren. Ja. Als er wordt gesteld, de politiek wil te veel. Daarvoor hebben we zoveel ambtenaren nodig om dat allemaal uit te voeren. Aan de andere kant hoor ik, ja, die ambtenaren bedenken ook zelf regeltjes. U zit er middenin. Ja. Wie wil er nou te veel? Nou, je kan zonder meer zeggen dat de taken die worden uitgevoerd, dat allemaal taken zijn die ooit in de politiek zijn beslist. Het idee dat men eigen taakjes gaat zitten verzinnen, dat moet je echt vergeten, dat doet men niet. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat men het nog weer beter en anders zou willen doen. Dat heb je wel eens gedacht in een ambtenaar. Absoluut niet met de heer Pont eens. Binnenlands bestuur, decentralisatie, daar probeer ik verstand van te krijgen. Als ik zie wat er omhoog borrelt uit het ministerie waar de heer Pont mee leiding aan geeft, ambtelijk leiding aan geeft, dan zijn dat allemaal dingen die absoluut niet leven in de Tweede Kamer en waar een groot deel van de Tweede Kamer uren en uren moet besteden om dat te bevechten. Vaak kansloos, omdat onze politiek zo ingewikkeld in elkaar zit. Ja. De hele onzin van vierde bestuurslagen in Nederland. Dat heeft natuurlijk gewoon met hun ministers te maken, met het kabinet. Nee, maar ik zie ook wel eens ambtelijke nota's die bij de bewindslieden aankomen. Ja, natuurlijk. En dan ambtenaren. Maar u vroeg aan mij of ik, die er middenin zit, kan bevestigen dat de ambtenaren allemaal eigen taken zitten bedenken. Ah. Nou, dat kan ik dus niet bevestigen. Ik weet alleen, en ik heb dat nu een paar jaar gezien, dat er heel veel taken op het ambtenarenraad afkomen. Aan mevrouw Van Baalen, en dat zijn dus politieke wensen die uiteraard worden uitgevoerd. Men vraagt ook het nodige voor te bereiden en te onderzoeken. En dat gebeurt uiteraard. Ik ga even naar mevrouw Van Baalen, want die heeft er ook middenin gezeten en wel op een ander niveau. Hoe gaat dat in de praktijk? Ik ken wat voorbeelden dat ambtenaren echt niks te doen hadden. En dat lag nogmaals niet aan hen, dat lag aan de politiek. Want die wilde geen impopulaire maatregelen nemen van overplaatsing, realiseren dat die taken er niet meer zijn. Heel duidelijk een voorbeeld. Scholen bouwden wij veelvuldig, vaak. We waren heel actief. We wisten goed hoe we het geld binnen konden krijgen. En wij bouwden de ene nieuwe school na de ander. Maar vervolgens, die laatste jaren, viel er niets meer te bouwen. Alleen mijn ambtelijk apparaat. Want zoals u weet, de meeste gemeenten hebben de afspraak dat je gebruik maakt van de diensten van je ambtenaren. Daar zijn dus hele tekenafdelingen. Er zijn architecten fulltime voor het onderwijs ingehuurd en dus betaald. En mijn stelling was, de gulden voor het onderwijs is een gulden die aan het onderwijs ook toe moet komen. En niet ergens moet blijven hangen, hoe graag ik ook werkgelegenheid wil. Als er geen werk voor mensen is, en dat was er voor een hele afdeling niet meer, want er viel niks meer te bouwen, dan moet je niet toelaten dat deze mensen in hun vrije tijd dan zelf een bestaantje gaan opbouwen. Dus de hele dag tekenen voor zichzelf. Bij wijze van spreken, en ik wil niemand tekort doen, dat lag niet aan de ambtenaren. Dat lag aan het feit dat de politiek geen knopen wilde doorhakken. En daar heb ik dus inderdaad op langere termijn een nota voor gemaakt, een beleidsnota, die me natuurlijk niet in dank werd afgenomen. Niet door de bestaande ambtenaren en niet door het apparaat en de bestuurders, maar die uiteindelijk erin resulteerde dat de ambtenaren wel weer fluitend rondliepen, op andere plekken terechtkwamen, zinvol werk deden en daarvoor ook beloond werden. Een ander voorbeeld is natuurlijk het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Rijkswaterstaat, naar de Delta werken. Waar denkt u dat we die dijkverzwaring aan te danken hebben? Niet alleen aan een politieke beslissing. Het is gewoon niet meer terug te draaien. Die mensen, die mannen, die moeten aan het werk gehouden worden en die houden zichzelf aan het werk. En dat zijn twee kanten van één medaille. Wat Pont zegt, het is natuurlijk waar,
dat zij reageren op politieke vragen. Aan de andere kant, en dan moet u de bureaucratieliteratuur maar eens even lezen, is een bureaucratie ook iets wat zichzelf in stand houdt. En daar heeft een directeur-generaal die er niet middenin zit, maar er bovenuit hoort, heeft hij rekening mee te houden en strategieën te ontwikkelen om die bureaucratiseringstendensen tegen te gaan. Hij kan dat absoluut niet waarmaken dat dat bij zo'n groot apparaat als de overheid niet zou bestaan. Dat zou dan uniek in de wereld zijn. Meneer Pont eerst en dan meneer Van Dijk. Ik zei net zelf ook al, je zou het op een andere manier kunnen organiseren, hè, zodat je in ieder geval de negatieve kant van de bureaucratie kan proberen te vermijden. Er zit natuurlijk iets in zo'n groot apparaat wat te maken heeft met het doen van taken zonder dat iedereen precies weet. Is dat nou besloten of is dat niet besloten? Het ging hier even om de grote lijn. Hè? Geen eigen taken, geen grote eigen taken als het niet besloten is, maar in het klein kan er natuurlijk van alles gebeuren. Om dat wat te minimiseren, kan je het apparaat inderdaad beter organiseren. Er zijn ontzaglijk veel uitvoerende diensten bij de overheid. Hè? Bij de Rijksoverheid, als we daar even over mogen praten, werken 150.000 mensen. Nou denk je, die zitten allemaal te sturen en beleid te maken. Dat is niet waar. Van die 150.000 mensen werken er 120.000 bij uitvoerende diensten. Ik noem één voorbeeld. De Belastingdienst werkt met 30.000 mensen. Die moeten gewoon zorgen dat geld binnenkomt. Alle beleidsambtenaren bij elkaar, dus op alle departementen, is ook niet meer dan 30.000. Dus het totale beleid waar we nou over spreken, dat is net zo groot als die ene uitvoerende dienst van de Belastingdienst. Dat schetst dus even de proporties. Ja. En die uitvoerende diensten, die uitvoerende dienst, die kan je natuurlijk proberen op afstand te zetten. Dat is met de PTT gebeurd, het is met de staatsdrukkerij gebeurd, het is met het loodswezen gebeurd, ik kan nog veel meer noemen. En het Rijkscomputercentrum bij Binnenlandse Zaken. Ik denk dat het verstandig is om met dat beleid door te gaan. Je bent van een hele hoop romslomp af, ambtelijke romslomp. Je kan slagvaardig werken, alleen je bent het werk niet kwijt. Dus de PTT moet gewoon functioneren. Misschien soms met minder klachten dan voorheen. Het publiek moet dat maar beoordelen. Staatsdrukkerij blijft gewoon functioneren natuurlijk, want die heeft een grote klant te bedienen. En dat geldt dus voor anderen ook. Dat is het probleem, dus je moet uiteindelijk dan wel gaan betalen voor de taken die er worden verricht. Misschien kan het ietsje goedkoper, maar ik wou proberen te voorkomen dat we ons illusies gaan maken dat het gigantisch veel zuiniger kan. En nu meneer Van der Heijden. Ja, eigenlijk heeft de heer Pont daar allemaal gelijk in, maar daar gaat de discussie bij mij niet over. Bij mij gaat het erover dat een heleboel ambtenaren doen wat andere ambtenaren al gedaan hebben. Een heleboel ambtenaren andere ambtenaren tegenwerken. En, ik zal u daar een praktisch voorbeeld van geven. Als de provinciale dienst voor de ruimtelijke ordening van de provincie Zuid-Holland een plan maakt, dan wordt dat overgedaan door de Rijksplanologische Dienst. En de Rijksplanologische Dienst is het dus niet eens, want het is van nature niet eens met de provinciale. En dan komt er thuis een complete politieke oorlog uitvoert. Hetzelfde, want de provinciale diensten zijn niet heilig, doen ten opzichte van de gemeente. Als een gemeente een bestemmingsplan maakt en er staat een streep verkeerd in ten opzichte van de ideeën van de provincie, dan krijgen we dat hele circus opnieuw. En dus dat gaat er niet over of de PTT goed moet werken. Ja, natuurlijk, het gaat erover of ambtenaren doen wat andere ambtenaren al gedaan hebben, dat tegenwerken, overdoen, eventueel ongedaan proberen te maken. Als we dat eruit hebben, nou zijn we al een stap verder. Maar, ja, mevrouw Van Baan nog even. Meneer Van der Heijden had het in het begin van de uitzending zo over dat bestuurslaagje en dat smispelde die zo even weg. Toen dacht ik, goh, hij heeft het over zichzelf, hij heeft het over de Tweede Kamer. In dit land is, dacht ik, toch nog steeds zo dat u bestuurt, u beslist. En om het dan steeds over die ambtenaren te hebben, terwijl u het niet heeft over welke taken stelt u nu voor in de Kamer dat nu echt anders geregeld moet worden. Kost ook geld, daar heeft de heer Ponte helemaal gelijk in. Maar wat vindt u nu van belang dat weggaat? In plaats dat we het maar hebben over dat ambtenaartje zus en zo. Wij beslissen, u beslist. Wat doet die Tweede Kamer nu? Houden we nu een discussie over regeltje zus kan echt niet gedecentraliseerd worden? Regeltje zo wel, want het is toch geen geld, het is alleen maar narigheid. Huisvesting scholen bijvoorbeeld, dat mag wel gedecentraliseerd worden. Nee, wat is uw principiële discussie in de Kamer? Want het kabinet voert dan toch uit, neem ik aan. Wat is uw principiële discussie over, in principe gaat het naar het laagste niveau, daar hoort het thuis. Aantal zaken, wetgeving bijvoorbeeld, zou ook best door anderen geregeld kunnen worden. Heb je helemaal geen ambtelijk apparaat in deze omvang voor nodig. Wat stelt u nu concreet voor? U bent de baas.
Niet meneer Ponte. Daar kijkt hij van de hele tijd. Ga eens even lekker voor zitten. Eindelijk de baas geworden. Was ze maar waar. Maar ik, laat hem even antwoorden. Voorstellen vanuit het ambtenarenapparaat zijn dus gedaan. Er liggen vele voorstellen uit het ambtenarenapparaat op tot een andere aanpak te komen. Weet u, er ligt een nota in het kabinet op dit moment. En daar liggen reacties op. Een politieke beslissing. Ja, en daar staat in, kinderopvang moet minder, onderwijs, voorrangsbeleid, stadsverdiening, openbaar vervoer. En weet u wat de reacties van de ministeries zijn? Niet opportun, niet verantwoord, ongewenst. Dat wordt niks. Nee, ik geloof een beetje op die... Van de opstelling van de minister af in de ministerraad. Want die moeten daar gezamelijk een besluit over nemen. Nou, en dan kom ik bij de heer Van Heijden. En daar zijn ze natuurlijk ook mee doen om dat voor elkaar te krijgen. Die controleert de minister. Nee, maar natuurlijk heeft mevrouw Van Balen gelijk. Maar er zijn twee dingen op te zeggen in de eerste plaats. De Tweede Kamer, fractie van het CDA, waar ik dan deel van mag uitmaken, voert een wanhopige bevecht. Wanhopige gevecht echt. Tegen centralisatievormen en tegen het maken van maar besturen erbij. Ik heb pas uitgerekend, tussen de gemeente en het Rijk dreigen dadelijk 7 vormen van openbaar bestuur in Nederland te komen als wij de ambtenaren van meneer Pont volgen in hun notities die zij aan de bewindslieden geven en die dan de bewindslieden natuurlijk naar de Tweede Kamer sturen. Nou, maar dat is een stroperig gevecht. Dat in de eerste plaats en in de tweede plaats. Ik denk dat de Tweede Kamer met 150 man voor dezelfde problemen staat als de gemeenteraad van bijvoorbeeld Haarlem. Je kunt een aantal dingen willen, maar het duurt heel lang voordat je het rondkrijgt. En dat er bijvoorbeeld nu 10.000 Rijksambtenaren verminderd zullen worden op het getal van 150.000 dat de heer Pont noemt. Dat is dus de vrucht van bijvoorbeeld 3 jaar lang in de Tweede Kamer praten of het niet minder kan en minder kan. Maar heeft u ook concreet aangegeven waar het minder zou moeten? Want dat is natuurlijk, zou je tot een taak van de Tweede Kamer kunnen rekenen? Nou, de voorbeelden die de heer Pont zojuist gaf van grote privatisering, de PTT, de loodsdiensten, de staatsuitgeverij, dat zijn natuurlijk dingen die in de Tweede Kamer begonnen zijn. Dus daar komt het uit voort. Nogmaals, het gaat langzamer dan je zou willen, omdat politieke bedrijven in Nederland, het belangrijkste kenmerk daarvan is langzaam. Dat bepaalt u. Dat bepaalt u zelf. Nou, dat bepalen wij met elkaar, omdat het bijvoorbeeld heel veel moeite kost om de partij van mevrouw Van Balen en mijn partij over alles hetzelfde partij te laten denken. Partij van de CDA, vertaal ik maar even. Ja, hè, dat kost dus al een hoeveelheid tijd en daar zien we dus dagelijks de gevolgen van. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk wel democratie. Vanuit verschillende standpunten bij elkaar zien te komen. In Nederland kost dat tijd. Meneer Fortuyn. Ja, ik heb daar toch twee punten. Ten eerste natuurlijk hebben we te maken met een hele complexe verweving van politiek en ambtenarij. Politiek top en ambtenarij. Ik wil niet zeggen dat dat de Tweede Kamer is, maar natuurlijk wel het kabinet met zijn ambtelijke top, dat is één. Het tweede punt is, ik zie u uit die discussie niet komen. En dan kun je het ook anders doen. Zoals bijvoorbeeld in grote ondernemingen gebeurt. Je kunt ook zeggen, van die 150.000, daar discussiëren we verder niet meer over. Maar binnen een jaar, dus tussen nu en een jaar, zijn er 30.000 uit. Dat lijkt heel irrationeel, maar het is buitengewoon effectief. Want op dat moment voer je geen vrijblijvende discussies meer. Want dan zul je per departement moeten gaan bekijken, wat doe ik nog wel en wat doe ik niet meer. En hoe doe ik dat met het aanwezige personeel? Hoe doe ik dat met mijn formatieopbouw? Dan heb je een debat wat niet meer vrijblijvend is. En ik begrijp niet, na 20 jaar proberen over die taken te discussiëren, zou ik zeggen, pak het nu maar eens aan op de aantallen. Daar is niks op tegen. Meneer Pont. Ik kan zeggen, het is aangepakt op de aantallen. Hè, want we hebben een hele afslankingsperiode achter de rug en er is behoorlijk gesneden in het ambtenaar. Wat heeft u daar nou in bereikt? Maar u heeft er meer dan voor die tijd. Dat is nieuw beleid. Wat is, ja, dat kan wel wezen. Het gaat, daarom zeg ik ook dat ze die mensen gebonden moeten worden aan aantallen. Want u komt er niet uit. Want wat er aan de ene kant afgaat, dat komt er aan de andere kant weer even snel bij. Voorzitter, dat is een methodiek die je kan volgen. Je kan natuurlijk zeggen, er moeten er zoveel uit zijn. Ja. De volgende vraag is dan, moet je het bestaande werk met zoveel mensen minder doen? Nou, het antwoord is vandaag nee. Het bestaande werk is met zoveel mensen minder niet te doen. Dan moet je dus taken afstoten, of decentraliseren, of privatiseren, of anderszins. Daarvoor moeten dus voorstellen worden geformuleerd. Voorstellen liggen er, heb ik al gezegd. Maar de fundamentele vraag is, wie hierover gaat?
Als het om uitbreiding van taken van de overheid gaat, prioriteit heet dat, dan is het vanzelfsprekend, iedereen begrijpt dat, een zaak van de politiek. Er is er geen ambtenaar die gaat bedenken dat hij veel meer moet gaan doen aan volksgezondheid. Nee, dat besluit men in de politiek. Dan is het toch ook logisch dat men in de politiek gaat besluiten of er minder moet gebeuren op het gebied van de volksgezondheid. Dus je kan niet zeggen, er moet er zoveel uit en laat verder maar aan het ambtenarenapparaat over welke taken ze gaan afstoten. Nee, dat moet onherroepelijk leiden tot een politieke beslissing. Ik vind dat namelijk het recht en de plicht tegelijkertijd van de politiek om zowel over de uitbreiding als over de inkrimpen van taken te praten. En het ambtenarenapparaat moet het zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Maar wilt u dan zeggen dat de politiek de afgelopen 20 jaar niet heeft gedaan wat de politiek had moeten doen? Met andere woorden, als ik het even heel vrij vertaal, de politiek heeft in uw ogen dus gefaald. Nou, in de afgelopen periode is er een afslankingsoperatie. Nou, dat zeg ik niet. Er is een afslankingsoperatie doorgevoerd. Is dat de logische methodiek? Op de methodiek Fortuyn. Men veronderstelde dat er wat lucht in het apparaat zou zitten. En dat is een hele goede veronderstelling. En die lucht die is er dus uitgeknipt. Minister Daens heeft aan de Kamer laten weten, aan de Tweede Kamer laten weten, ik wil doorgaan met een vermindering van het ambtenaarapparaat. Maar natuurlijk door middel van het afstoten van taken. En u kunt van mij daar voorstellen van verwachten. En dat is volgens mij ook de goede weg. Het zoeken naar de kerntaken van de overheid. Wat moet je nou per se nog als overheid doen? En wat kan je overlaten aan de markt, zeg maar? Of wat kan je doen in verzelfstandigde vorm? Dat is allemaal zeer actueel op dit moment. Er wordt heel hard aan gewerkt. Gezamenlijk zouden we hier ook veel kunnen bereiken. Maar je moet wel goed in de gaten houden dat het idee die soms postvat, je kan met zoveel minder en dan kan het zoveel goedkoper, dat is maar ten dele waar. De heer Van der Heijden noemt het woord onzin. Ja, want alleen op het woord kerntaken. Iets is een taak van de overheid of niet. Dat is een beetje door elkaar gelopen in de afgelopen 20 jaar. Heb ik ook boter voor op mijn hoofd. Hebben we het er even dan niet over. Maar het ging mij om uit elkaar te halen wat dubbel gedaan wordt. Heel ander voorbeeld dan net. Als je ziet op het ministerie van Justitie, groot apparaat om de politie te begeleiden in Nederland. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken, groot apparaat om de politie te begeleiden. Zijn we nu in elkaar aan het schuiven? Want niet alles gaat negatief en niet alles is verkeerd. Maar hoeveel tijd het weer kost, hoeveel stroperigheid daaraan vastzit, om dat op een vrij eenvoudige zaak, 2 grote directoraten tot 1 te maken. Dat is ongelooflijk. En dan kan je de politiek wat de schuld van geven. De politiek geeft het aan, die roept al 1,5 jaar, de heer Stoffelen en ik mogen dat voor ons beide partij doen, roept al 1,5 jaar dat het moet. Nou, het schiet niet op. Mevrouw Van Waarden, u zit in de commissie Sociale Vernieuwing, de commissie van Jan Schever, zal ik maar zeggen. Het is dus de bedoeling dat er veel sociale vernieuwing op het niveau van de gemeente gaat gebeuren, want daar hoort het thuis. Gaat dat eenvoudig in de praktijk? Dat gaat in zoverre eenvoudiger dan ik had verwacht, omdat de politiek heel duidelijk, gedragen door het kabinet en de Tweede Kamer, gezegd heeft, die sociale vernieuwing moet deze kabinetsperiode dusdanig gestalte krijgen dat er een fonds en een wetgeving is. En we doen dat met elkaar. Natuurlijk wordt iedere regel bevochten. De gouden greep is om ex-bestuurders die hun carrière niet op binnenlandse zaken hoeven te maken in te huren. En die zeggen, kom op jongens, we kennen de argumenten. En of het onderwijs of volksgezondheid of welzijn is, maakt niet uit. Iedereen heeft exact dezelfde argumenten waarom het bij hen zelf niet kan. Waarom die regel niet weg kan. En waarom je vooral het geld niet zomaar aan de gemeente dat moet geven. Dat maken we steeds weer mee. En dat maken we iedere keer mee. En dat geeft niks, dat is heel gezond. Daar zijn ze voor ingehuurd. Maar daar trekken wij ons, en dat kunt u ook rustig aan de heer Schever overlaten, ons niets van aan. En iedere keer zeggen we, gaan we terug naar je departement. Dit is het kabinetsbesluit, daar zijn we voor ingehuurd en we gaan gestaag door. Hebt u ook wel eens wat verloren? Ja, dat hoort in het leven. Wij de kinderopvang, de ondersteuningsinstituten minderheden, hadden wij graag sneller politiek een uitspraak willen hebben dat die echt gedecentraliseerd zouden gaan worden. Dat was politiek heel begrijpelijk, maar daar was ik even niet voor ingehuurd. Ik was ingehuurd om zoveel mogelijk regels naar gemeenten te brengen. Nou, kinderopvang, daar hebben de gemeenten over omgeschreeuwd. Dat hebben ze bevochten. Eindelijk is daar meer geld voor gekomen. Dat zijn voorwaarden voor sociale vernieuwing, voor herintredende vrouwen. Dat hoort erbij. Dat gaat dus straks ook gebeuren.
ondanks even maar de tegenstand. De vraag was, hebt u wel nog wat verloren? En dat hebben we aanvankelijk verloren. Aanvankelijk, maar toch op den duur is het weer goed. Ja, maar hou, we zijn heel taai. Ja, we zetten door. En nu even een probleem wat er nou mee samenhangt. En ik heb het een aantal van u al horen zeggen. Je zou, als je ervan uitgaat dat de overheid nu eenmaal veel taken hebt, niet al die taken door ambtenaren hoeven laten doen. Hè? De heer Fortuyn is met de gedachte gekomen, besteedt nu veel uit aan bedrijven, daar sluit je contracten mee af. Ja. En die voeren bepaalde taken uit. Een contract afgelopen, dan is het werk gedaan en is het goed gebeurd of niet goed gebeurd. Waarom zouden particuliere bedrijven eigenlijk het beter kunnen dan de overheid? Waar blijkt dat uit? Nou, dat kun je niet zomaar zeggen. Wat het allerbelangrijkste is, is dat er een correctiemechanisme is. Want in dat contract, daarin ligt vast de prijs, de kwaliteit en het product dat je levert. En dat kun je dus controleren. En als het je niet aanstaat, kun je er van af. Van een ambtelijk apparaat, dat is net al aangegeven, kun je nooit af. Of althans, dat duurt ontzettend lang voordat je daar eens een keer van af bent. Van een contract kun je altijd af. Het tweede is, in dat voorbeeld van die dienst voor de exportbevordering, is er gewoon direct een marktcorrectie. Als jij producten produceert die of niet goed zijn of niet gewend zijn, dan zit je gauw met je handen in het haar, zou ik maar willen zeggen. Meneer Pont, gelooft u er ook in dat dat beter is op die manier? In ieder geval zou je in de eerste plaats moeten kijken naar activiteiten die ook gebeuren door reeds bestaande bedrijven. Dan gaat het marktmechanisme inderdaad werken. Dat noem het vanzelfsprekend. Noem het voorbeeld, dat kan je net goed. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld de bedrijfsgezondheidsdienst. Daar ga ik zelf over, dus dat is makkelijk praten. Er zijn meerdere gezondheidsdiensten, dus je kan de Rijksgezondheidsdienst buiten het ambtenarenapparaat plaatsen, daar zijn we ook hard mee doende. En dan kan ze gewoon in concurrentie met andere gezondheidsdiensten zich staande zien te houden. Een opleidingsinstituut, zit ook in de pijplijn, kan ook samen met andere opleidingsinstituten proberen zich staande te houden. En specifiek op de overheid gerichte diensten leveren. Er zijn heel veel voorbeelden van waarbij je een overheidsactiviteit ook ziet plaatsvinden in de marktsector. En dan kan je het gewoon proberen te koppelen. Het gaat nu juist om de problemen die ontstaan als het om activiteiten gaat die je niet in concurrentie uitvoert. Want dan heb je er natuurlijk ook geen zicht meer op. Het controleren van snelheidsovertredingen heeft de heer Fortuyn wel eens genoemd. Nou ja, dat zou misschien kunnen. Maar dat zou misschien kunnen. Oh. Ik weet niet wat het dan wat te betekenen heeft. Maar in ieder geval, je kan wel zeggen, er zijn zeker ook taken die niet op het ogenblik gebeuren door anderen. En als je het dan laat doen door een daartoe speciaal aangesteld bedrijf, dan heb je dus een monopoliepositie. Mm-hmm. En als een bedrijf een monopoliepositie heeft, dan doet zich precies dezelfde problematiek voor als bij de ambtenarij. Dat is namelijk dat concurrentiemechanisme er niet. En dan moet je andere mechanismen hebben, zoals je ook in de ambtenarij dat hebt, om te controleren of ze voldoende serieus omgaan met hun geld, of ze niet met te veel mensen werken, en ga ze maar door. Dus het is ten dele uitstekend wat de heer Fortuyn naar voren brengt, maar voor een belangrijk deel is het ook niet uitvoerbaar. Daar ben ik het niet mee eens, want je kunt ook, wat ik dan maar noem, quasi-concurrentie organiseren. Dan zorg je gewoon dat er meerdere partijen zijn, dat kun je creëren. Dus je kunt het allemaal in één moloch stoppen en je kunt het ook in wat kleinere instellingen stoppen, die gewoon die concurrentie op die markt gaan voeren. Wat de PTT betreft, daar blijkt nu toch ook dat die minister is nu bezig om het monopolie van de PTT op het terrein van bijvoorbeeld de telefonie te breken. Uitstekende zaak, maar dat kan nu omdat het een geprivatiseerd bedrijf is. Ja, dus als het kan in de sfeer van de concurrentie, dan is het allemaal goed. Het hoeft toch niet alleen om bedrijven te gaan. Maar het kan dus ook gaan om allerlei zaken die met concurrentie niks van maken. Het hoeft toch niet alleen om bedrijven te gaan. Het is toch ook heel goed om echt belangrijke verantwoordelijkheden in deze maatschappij bij mensen te leggen die die verantwoordelijkheid willen dragen. Ik denk aan instellingen, ik denk aan particulier initiatief, wat een heel ouderwets woord is, maar ik geloof dat het weer opgeld doet. Als je nu ziet hoe verzorgingstehuizen, verpleeghuizen bijvoorbeeld geleid worden onder de doem van de overheid. Je kan geen meter buiten de deur springen of er zit een overheidsregel op. Dat kan je toch allemaal doorschuiven, wat betekent dat die overheidsmachine minder kan en eigenlijk beter moet doen waar ze echt voor is. Dat is controleren of het geld met de bedoelingen waarvoor het gegeven is ook gebruikt wordt. En nu bemoeien ze zich bij wijze van spreken met de hoogte van de drempels. Precies. Maar je krijgt wel 2 jaar na dato
van een subsidie, krijg je nog een keer de vraag van hoe het gegaan is. En dat dat niet kost, dat is uitrekenen. Nee, maar dat is juist. Dus het gaat even om de vraag, waar wordt het geregeld? Ja. Iets wat je natuurlijk op gemeentelijk niveau kan regelen, moet je niet op rijksniveau gaan regelen. Hè? Dat is over de regel. Dat is wel sprekend. Ja, maar wordt wel eens anders over de dag gelast. Ja, je moet niet onnodig op een hoog niveau gaan regelen. Dat roept inderdaad. Maar wat interessant is de vraag van, want daar gaat u steeds maar langs. Waarom komt dat nou? En dat komt omdat u een blinde vlek heeft voor bureaucratische mechanismen. Want dat u dat allemaal goed meent, dat wil ik wel geloven. Maar wat u niet ziet, dat is dat juist, en dat is door Van der Heijden net uitstekend uiteengezet, door die enorme vervlechtingen, verklonteringen, daardoor ontstaan dit soort mechanismen. En waar het nu om gaat, dat is dat we eens rigoureus een aantal van die dwarsverbanden doorsnijden. Zeggen we doen geen dubbelwerk meer. En hoe krijg je dat onder meer voor elkaar? Niet door er eindeloos over te discussiëren, maar gewoon om te zeggen van u doet het maar eens even met wat minder ambtenaren. Zal u zien hoe snel het gaat? En dan doorbreek je die bestuurstructuur? Daar ben ik absoluut zeker van. Als een bestuurstructuur moet worden doorbroken, voorzitter. Echt hoor, ik kan er echt niks anders doen. Kritiek op leveren, dat is juist zo vervelend. Maar als je een bestuurslaag, een bestuurstructuur moet doorbreken, dan kan je niet zeggen, nee, we gaan het met een paar ambtenaren minder doen en dan gaat dat mechanisme vanzelf. Zeker, want je hebt de tijd gewoon niet meer voor. De inrichting van het land. De wijze waarop we ons land willen besturen en straks in relatie tot Europa. Dat is toch een heel vitale vraag van democratie. Hoe wil je je land uiteindelijk ingericht hebben? Je kan toch niet zeggen, ik dwing dat af door maar rigoureus in een ambtenarenapparaat te zijn en dan zie ik wel wat er van komt, dan zal het wel goed zijn. Dat is toch een veronachtzaming van wat je aan leiding moet geven. Vanuit het politieke overheid. Ik ben nog een echte sociaaldemocraat, meneer Bol. U denkt dat vanaf de Haagse tekentafels wel kan. En dat kan gewoon niet. Want het is ook 20 jaar gebleken dat het niet kan. En dan moet u eens een keer iets van leren. Op de toekomst. Nee, maar ik vind het niet juist dat ik zo vrij mag zijn. Dat deze meneer moet leren. Meneer Pont heeft een hoop geleerd, denk ik. Die bestuurders moeten leren. Kijk, toen ik bestuurder was, zei ik tegen de commissie, je vraagt het, u weet dat ik met een heel structureel plan bezig ben. Dat kost een hoop geld. Dat gaat over taken afstoten. Geef me de helft van het geld, kan ik efficiënter inzetten. En die grote pui bij die school, die na 3 jaar verrot was, opnieuw geschilderd werd. En na een half jaar stond het in de volgende planning. Dus werd die hele opnieuw geschilderde kant door de bulldozer weggehaald en werd er een nieuwe pui gezet. Dat lag niet aan die ambtenaar, dat ligt niet aan meneer Ponte, dat ligt aan de politiek. Het is onzin, want u kent nu de politieke macht toe, en dat is sociaaldemocraten eigen, het CDA ziet dat gelukkig wat anders, die ze niet hebben. Dat is gewoon niet zo. U bestuurt, en dat is ook maar heel gelukkig hoor, dat de particulieren een veel groter gedeelte van dit land regeren. Maar u bestuurt maar zo'n stukje van de maatschappij. En waar het om gaat, dat had ik het net ook over, het is een bureaucratisch complex waarbij niemand meer echt met de vinger aan de trekker zit. Maar een sociologisch proces van machtspolitieke verhoudingen, invloed, etcetera. En u heeft het zelf voortreffelijk beschreven aan het begin van dit programma. Ik zeg niet dat wij ons als bestuurders met alles moeten bemoeien. Ik heb gezegd, we zitten in een systeem dat we met elkaar de bestuurders hebben opgetuigd. Het is niet zo. Bureaucratie. U bent daar maar zo'n stukje van. Nee, dat is niet waar. Wij bepalen hoe die bureaucratie eruit. Dat zou u willen, maar dat is niet maar zo. Blijkt toch wel. Hallo. De vraag is even hoe lang het duurt. We zijn bijna aan het eind van dit programma, dus ik wou proberen de discussie af te ronden. Ik zie toch iets gemeenschappelijks in al uw meningen. U wilt minder regels, daar waar dat kan. En u wilt ook, daar waar dat kan, taken van de overheid. Niet door ambtenaren, maar door anderen laten doen. Dat is de oplossing. En dus de vraag, meneer Pont, die stel ik maar aan u. Als het kabinet nu 660 miljoen gulden inboekt op de tussenbalans, gaan ze het deze keer redden of niet? Ik denk dat het goed mogelijk is dat het wordt gerealiseerd. Vooral door decentralisatie van taken en het overlaten aan maatschappelijke organisaties van taken die nou nog door de Rijksoverheid worden. U denkt dat het deze keer lukt? Ik denk dat het lukt als er tenminste wordt gezegd op welke terreinen dat moet gebeuren. Anders dan tasten natuurlijk die ambtenaren als takkers in de duister. Wat denkt u, meneer Van Tuin? Lukt het deze keer? Ik denk het niet, want dit kabinet is binnen een jaar weg. Dus dan gaan we weer van voren af aan beginnen. Meneer Van Heijden? Nou, ik denk dat het kabinet niet ontsnapt aan uiterst sterke mannen als Gerrit Terpstra, Gerrit Gerritsen, Gerrit de Jong, die allemaal bij ons de sociale economie in de fractie verzorgen. En die hebben hun doelstellingen keihard gezet. En of dan de ministeries daarin slagen
dat onderling te verdelen. Ik denk dat het ze niks interesseert. Ze zullen doordouwen. En het kabinet zit over een jaar nog? Ja, dat is een heel andere afdeling. Ja. Daar moet u de heer Brinkman voor. Mevrouw Van Baarle, tenslotte. Denkt u dat het gaat lukken deze keer? Als de Tweede Kamer, want daar is het, serieus decentraliseert naar overheden, zaken privatiseert, taken aangeeft die daarvoor geschikt zijn, dan kun je het met veel minder ambtenaren aan, mits je die regels tegelijkertijd afschaft. Goed. En dan kan het. Ja, maar lukt het? Dat hangt van de bestuurlijke kracht, niet van de vierde macht, maar van de bestuurlijke kracht van de politiek af. Ja, politici moeten minder aardig zijn. Dat is het, ja. Nou, de ellende is dat je daarop wel beoordeeld wordt, ja, maar goed, dat is een keer iets minder aardig zijn. De stelling zijn, van de Heide Luid is... met de langsgehouden ja. verkiezingen. De stelling van de Heide Luid, politici moeten minder aardig zijn. Nou goed, dat weet u dan ook weer als u een wat kribbige politicus ontmoet in de komende jaren. Dit was het Kapitool voor vanmiddag. Volgende week is er weer een uitzending dan met Violet Valkenburg. Goedemiddag.